De techniek in de branche wordt ook steeds geavanceerder. Drones kunnen het werk van verschillende mensen uit handen nemen. En nog veel meer. Wat kan die camera allemaal? De camera heeft ontzettend veel opties. En wat hier bijvoorbeeld ook het interessante van is, op het moment dat hij in een beboste omgeving staat. En dan zien we hier bijvoorbeeld het infraroodbeeld. De camera die heeft dus 200 keer digitale zoom. We kunnen de beelden door onze supercomputer laten analyseren om objecten te herkennen. En wat voor objecten moet ik me daarbij voorstellen? Dat kan gaan over wapens of bepaalde grote rugzakken. Verdachte dingen, zeg maar. Ja, voor die situatie verdachte kenmerken. Ja. We kunnen bijvoorbeeld ook, dat doen we nog niet, maar wat mogelijk is, is dat je gezichtsherkenning gaat laten plaatsvinden via de camera van de drone. Ja, is dat iets waar we naartoe gaan in de toekomst? Daar twijfel ik niet aan.